Matthias, als Vlaams Brabander, zo'n rit naar huis na een 1-1 tegen Sint-Truiden, dat is toch niet zo fijn, hè? Nee, ik heb er 2 uur over gedaan na de wedstrijd. En na een klinkende overwinning maakt het mij niet uit. Maar na een zure 1-1 gelijkspel, die absoluut moest voorkomen worden, is het extra zuur. Dus zeer, zeer pijnlijk. En het gaat nog een tijdje duren, geloof ik. Nog een jaartje, zei je, denk ik. Ja, nog een jaartje werken op D40. Pure genot, zegt. Oké, dit en zoveel meer in de Klokkenpodcast. Nog steeds de voetbalpodcast voor en door Club Brugge supporters. Carrasco, daar is het. En daar is het. Oh, met een mirakel! Izquierdo, daar komt hij weer. Bij Niels Izquierdo, terugleggen en de goal van Aken. Nu voorzet eveneens, daar is de kans op de 0-3. 0-3, Scott Olsen. Frankie van der Elf, en dit is om te kijken en er eentje uit te pikken bij Voorwiel Nielsen. Oh, wat een goal! Oh, wat een goal! Ik zei het! Schitterende goal van Club Brugge! Zo, William, ik denk dat jij ook gisteren de E40 hebt genomen, hè? Terug naar huis. Fijn is dat niet, hè, na zo'n gelijkspel. Nee, het was een lange rit. En dan heb je inderdaad veel tijd om na te denken over de wedstrijd en het niveau. Ik dacht even dat Matthias zei, het gaat nog een jaar duren. Ik was al bang dat hij bedoelde nog een jaar van datzelfde voetbal. Dus, maar hij had het juist over de werken in Drongen. Dus, ja, klopt. Het was aanschuiven en effectief was je zo om een match om 6:30. Plus ik was al naar Waregem geweest voor Waregem Club Next. Dus het was een lange dag weg van huis. Zeker en vast. Niet zo fijn. Maar bon, we gaan beginnen bij donderdag, midweekvoetbal, waar we allemaal super erg naar uitkeken, Matthias. 1-1 tegen Genk. Ja, na een hele zwakke eerste helft. Wat we beginnen gewoon te worden van club de laatste tijd. Ja, dat klopt. Ik denk tegen Besiktas was het wel de vlam in de pan bij de clubspelers vanaf minuut 1. Maar eigenlijk op Anderlecht was het bijzonder, bijzonder gezapig, vooral het eerste half uur. En het was niet anders tegen Genk. En ik had vooraf gezegd in onze WhatsApp-groepje van ik ruik een statement van club dat we er meteen zin in hebben vanaf minuut 1. En ik werd niet op mijn wenken bediend, moet ik zeggen, want club was onherkenbaar de eerste helft. En Genk ja, speelde ja, op een wolk. Hè. Maar wij hebben natuurlijk ook die match aan hen cadeau gegeven. Maar zij waren supergoed en wij waren echt dramatisch eigenlijk, op alle vlakken. Ja. Ja, inderdaad, William. Het was niet echt om over naar huis te schrijven. Het was weer dezelfde opstelling ook als op Anderlecht. Met Sinkernagel die gewoon de plaats van de geblesseerde Nusa nog steeds inhield. Maar als we naar de eerste helft kijken, ik denk dat we niks gecreëerd hebben de eerste helft zelf. En Genk, met momenten, ja, gewoon, die spelen ons kapot. Met momenten, vond ik. We hebben wel één kans, denk ik, een goede voorzet van Odoi, die zowel ja. door Thiago als door Zinkernagel gemist wordt. Maar effectief, ja, de club werd een beetje weggeduwd, weggespeeld. En je zag de kopjes naar beneden gaan. Je zag ook een paar spelers precies die echt op een tandvlees zaten. En ja, op zich heb ik daar wel begrip voor. We hebben het ook vorige week gezegd dat er echt heel veel wedstrijden geweest zijn. Maar anderzijds speelden we tegen Genk, die evenveel voorrondes hebben moeten spelen. Die ook een zware match hebben gespeeld thuis tegen Sint-Truiden de week ervoor. En die kwamen toch heel veel frisser voor de dag dan club. En eigenlijk werden we de hele eerste helft gedomineerd. Waar dat we dan denken van met 0-0 de rust in te gaan en dus de schade te beperken, maar dan toch nog de 0-1 net voor rust. Die op dat moment wel verdiend was voor Genk, denk ik. Daar kon iedereen het over eens zijn. En ja, onherkenbaar club eigenlijk een beetje zoals op Anderlecht. Thuis tegen Beziktas was het, zoals Matthias zei, de vlam in de pan en vooruit met de geit. En met veel dash, zoals Nico zou zeggen. Maar op Anderlecht en dan nu tegen Genk, ja, dat was twee keer echt slappe kost zoals dat we begonnen. Het is eigenlijk een beetje triestig dat club al te vaak dit seizoen, behalve natuurlijk tegen Eupen en RBDM, dat ze altijd een wake-up call nodig hebben om eindelijk die machine weer in gang te brengen. En eigenlijk was het gisteren ook zo, we gaan het later op terugkomen, maar ja, je voelt dat zij het publiek nodig hebben, of Deila die een keer hard roept onder de rust, maar het is al te veel een vaststaand gegeven dat club echt wel ja, iets nodig heeft om weer die machine te lanceren. En tegen Genk, ja,
Ik heb zelfs geen één positief punt kunnen noteren. Vaak denk je van, oké, die speler was niet slecht, of daar zat een paar leuke combinaties. Maar het trok gewoon op niks. En ik was eigenlijk bijna bang voor die tweede helft, dat het zomaar 0-2, 0-3 kon worden. Dus het is uiteindelijk iets anders geworden. Maar ja, zo'n eerste helft moet club nog niet al te veel meer doen dit seizoen. Want anders denk ik dat er een Noor zijn job gaat verliezen in de loop van dit seizoen, denk ik. Ja, William, onze coach, ja, hij greep wel in, hè. Donderdag, aan de rust, denk ik. Ik denk dat Balanta nog iets later kwam, maar aan de rust ook Nielsen, denk ik, erin gepompt. Hij was duidelijk ook niet tevreden. Hè. En dan Balanta terug van die bank halen, die we al maanden niet meer hadden gezien, was voor iedereen een beetje een verrassing, denk ik. Maar die deed het wel goed, eigenlijk. Maar ja, het was wel een teken dat ook Deila niet tevreden was. Ja, het is altijd een beetje de vraag, zoals vaak, wij weten ook niet altijd wat en hoe. Hè. Wie is er 100%, wie heeft er kwaaltjes, wie is er misschien eigenlijk niet fit, maar wordt toch opgesteld. En in dit geval Vetlessen was toch wel, dat we dat gehoord hadden vorige week, had ik het al gezegd, dat die blijkbaar toch niet 100% fit is. Dus ja, Nielsen kwam dan voor Vetlessen en Balanta dan voor Onyedika. En effectief, zoals je zegt, ja, Balanta die was vorig jaar een beetje overboord. De man te veel, het overschot. En die hebben ze dan uitgeleend. Schalke 04, daar heeft hij ook niet zo heel veel gespeeld. En nu terug. En eigenlijk, zoals je zegt, die viel wel goed in. En die gaf wel meteen wat poer aan ons middenveld en aan een wedstrijd. En die ging echt de duels aan, zoals we hem kennen. Eder Beast, vol een bak erin. En dat gaf wel meteen ook een boost aan het stadion. En dat hebben we ook nodig. Dus misschien is het ook wel een type speler die Ronny Deila wel graag ziet spelen. Hij heeft zich deze zomer toch aangeboden op het Belfius Basecamp met het gevoel van, ik kan hier nog iets betekenen voor jullie. En club heeft hem dan terug in de armen gesloten. En ik moet zeggen, ja, het gaf wel een boost aan de ploeg. En het heeft toch wel min of meer meteen ook zijn vruchten afgeworpen, denk ik. Want de club kon wel domineren dan in het begin tweede helft. Ja, ze waren ook beter, hè. Matthias, de tweede helft, zoals gezegd, die wake-up call, die hadden ze nodig. En dan Balanta, die extra poeier gaf in dat middenveld. En dan is het, ja, good old Hans, die het toch weer doet. Die 1-1 ook weer goed binnenkopt op assist van de Kuiper. Ja, en wie anders dan Max de Kuiper om die bal te geven? Hè? Want we weten allemaal dat Maxime de Kuiper een fenomenaal voorzet in zijn voeten heeft. Maar hij kan het ook met rechts. Hè? Het is iemand die links en rechts een goede voorzet kan trappen. En die voorzet was gemeten. En iedereen zegt, oké, typische handschool. Ik ken niet veel spelers in de Jupiler Pro League die goal kunnen maken ook. Want dat is zo'n beetje met de kop en de schouder. En zo werd Maarten van der Voort verrast. Maar fantastisch doelpunt. En zoals William zei, Eder Beast, ja, dat is het verschil. Hij is onze gamechanger in deze tweede helft, want hij komt erop en hij wint letterlijk al zijn duels. Gedurende 40 minuten, ik heb ze denk ik, heeft er een 10 of 15-tal gedaan, heeft ze allemaal gewonnen. En dat geeft ook, en dat was ook heel mooi om te zien, want in het begin zag je zijn medespelers niet echt naar hem pasen. En naarmate dat ze zagen van, oké, Eder Beast is hier alle duels aan het winnen, ja, iedereen gaf hem, Jorne Spileers, Mechelen, Van Aken, iedereen begon te pasen met Balanta. Hij krikte zijn vertrouwen ook naar omhoog. En de ploeg begon beter te spelen, want na die goal van Hans Van Aken voel je ook Jan Breidel weer helemaal wakker worden. En dan krijg je nog 2, 3, 4, 5 kansen. En vooral die reuze kans op het einde met Thiago, die altijd binnen moet. Maar ja, hij was misschien iets minder fris om die binnen te werken. Maar ja, Eder Balanta heeft echt voor een revival gezorgd. Ferran Jutgla was voor één keer ietsje minder ingevallen. Het was goed, maar het was ook niet supergoed. En Kasper Nielsen, zijn eerste minuten waren echt slecht, want hij verliest daar 2, 3 keer de bal gemakkelijk. En vooral, hij krijgt een snelle gele kaart na een fout op El Canoes, geloof ik. Maar daarna heeft hij het wel hersteld en liep hij voor 2. Dus heel dat middenveld was weer dynamisch. En als club een dynamisch middenveld heeft, ja, dan kan het een tegenstander overpoweren. En dat hebben zij gedaan, tweede helft tegen Genk. Dus je zag het verschil met Balanta en Kasper Nielsen. En toen van Vetlessen ging eraf. En wie nog? Nog een speler. Vetlessen en... En Onyedika. Ja, die een schim van zichzelf is, hè, de laatste weken. Ja, fantastisch begonnen aan het seizoen, maar nu ja, moeilijk. Beetje zoals vorig seizoen eigenlijk. Hè. Ja. Dat is ook klopt. Ja, een beetje in hetzelfde dalletje aan het geraken. En ja, je ziet, als het middenveld ook beter is, alleen beter staat, dan
komt Hans van Aken er toch door, hè, William? Die zijn tweede helft was eigenlijk... Ja, echt, die heeft de club weer beter doen voetballen ook gewoon. Ja, hij was ook man of the month nu, dus terecht vond ik een goede Hans dit seizoen tot nog toe. En hij trekt de ploeg op sleeptouw en waar dat hij dat gif van tegen Beziktas, ja, en dat zit er nog in. En effectief, hij stuurde de ploeg aan. Al moet ik wel zeggen, dat middenveld hebben we dan ook kunnen domineren, omdat bij Genk Heijnen uitviel. Ja. En dat is toch een beetje hun backbone, hun kapitein ook. En ik moet zeggen, bij Genk, zo'n Munoz, zo'n Heijnen, ja, dat zijn toch spelers. Vaak vraag je zo aan vrienden van ja, welke speler van die of die ploeg zie je bij ons staan. En zeggen we meestal eigenlijk niemand. Maar zo'n Genkje met zo'n Munoz, zo'n Heijnen, ja, dat zijn toch ook spelers waar dat wij van zeggen, ja, die zouden wel niet meer staan bij ons. Hè. En die hebben toch een beetje ook dat no sweat, no glory van club, dat DNA in hun. En, maar bon, ondanks alles vond ik wel dat club die tweede helft eigenlijk goed domineert. En na die 1-1 eigenlijk echt wel op zoek wil gaan naar die 2-1. En dat Genk er ook niet echt meer uitkwam. Dus je zag wel, als we echt wilden, dat we ze konden wegduwen en tegen hun eigen goal duwen. Dus ja, hadden we op dat moment nog een goal gemaakt, was het ook niet onverdiend geweest. Maar uiteindelijk ja, een al bij al logisch gelijkspel, want beide ploegen hadden één helft het overwicht. Ja, mm-hmm. Ja het is Van Aken zijn 9e goal of zo tegen Genk. Hij heeft maar tegen 1 tegenstander meer gescoord in België. En dat is... Anderlecht, ja. Ja, voilà, inderdaad, tegen Anderlecht. Dus... Hij scoort wel vaak tegen de topploegen. Blijft dus bij een 1-1. Op zich ja, toch weer ook nog een goed gevoel, omdat de tweede helft goed was. Enkel wat ik nog net wil zeggen, we hebben Thiago hier vorige week wat verdedigd, maar omdat tegen Anderlecht was hij nog degelijk. Maar donderdag tegen Genk ja, was hij toch zo een beetje ongelukkig, hè, Matthias? Ja, het was de eerste keer echt dit seizoen, want er waren heel veel voor- en tegenstanders van Thiago. Ik ben eerder een voorstander met natuurlijk... Ik heb natuurlijk oog voor zijn lacunes, want ik ben natuurlijk niet blind. Maar donderdag was echt... op een bepaald moment heeft hij een klein beetje een ondergrens bereikt. En dat vond ik heel spijtig, want Thiago had tot dusver altijd balletje bijhouden, ploeg laten opschuiven. In de combinaties, soms een keer een bal die verkeerd kaatst, de andere is dan wel weer goed. Maar eigenlijk tegen Genk mislukte quasi alles. Hij kon nog zelfs die winnende goal maken, maar hij doet het dan niet. Want anders is hij weer de hero. Maar ja, niks lukte voor hem, Thiago. En daarom was de keuze gisteren voor Ferran wel te verdedigen. Maar bon, door zo een boegeroep te maken bij de wissel, we gaan het straks nog over hebben, dat hoeft zeker niet. Maar ja, Thiago, zijn curve gaat een klein beetje in dalende lijn. En dan is het vooral zaak om iemand anders, een frisse speler, in zijn plaats te zetten en hem weer vertrouwen te laten opdoen. Maar ik weet niet hoe we het geval Thiago moeten oplossen. Dela moet daar heel snel een oplossing voor vinden. Maar ja, ik ben heel nieuwsgierig naar zijn niveau van de komende weken en maanden. Ja, het blijft een constante in ons podcastverhaal. De spits blijft een groot onderwerp altijd. En ja, zoals Matthias al zei, William, greep Dela in voor gisteren. Thiago eraf, dus ik kreeg rust. Jutkla kwam erin, maar ook vanachter kwam Boyata erbij. In het middenveld kwam Nielsen erbij. Ja, hij heeft wel wat frisse spelers proberen zetten gisteren. Ja, waar dat hij aan de rust tegen Genk bijschakelde, heeft hij gisteren eigenlijk bij de aanvang van de match al beslist van oké, ik ga een paar spelers doen rusten. Hè. Ik denk aan Vetlessen, ik denk aan Thiago, die allemaal ook wel dat ritme moeten oppikken. En dan beslist hij ook om eigenlijk het spelsysteem te veranderen hè, en dat we toch naar een soort 3-5-2 gaan, waarbij dat Zinckernagel dicht bij Thiago of toch op de spitspositie mee van voor gaat. Bij Jutgla, sorry. En waarbij Odoi samen met Boyata en Mechelen de driemansverdedigings vormden. En eigenlijk de Kuiper had heel de linkerflank voor zich, ja, want er was niet echt iemand links voor. En dan Skov die wat meer... ja, het was een beetje een rare opstelling, moet ik zeggen. En ik vond het al... Bizar eigenlijk. Boyata, oké, ja, we hebben hem een paar keer gezien en dan gisteren terug in de basis. Terwijl dat Spileers toch wel redelijk
oké speelde de laatste weken. En ja, het werkte niet echt, moet ik zeggen. Oké, de match ging op en neer, maar de eerste 5 minuten was het allemaal Sint-Truiden wat de klok sloeg. Dus we beginnen eigenlijk weer zwak aan die wedstrijd, zoals tegen Anderlecht en Genk. Daarna hebben we even een goede fase met een tweeluik aan kansen van Zinckernagel. Eén waar dat hij offside is en de bal op de paal gaat. Iedereen dacht dat hij binnen was, maar was blijkbaar toch een meter offside. En dan net daarna een heel goed schot van hem, waar de keeper van Sint-Truiden die bal uit de hoek haalt. Maar Sint-Truiden had daar op een corner al een bal net voorlangs gekoppeld. Had nog 2-3 keer naar doel kunnen schieten. En ja, je voelde gewoon, onze opstelling klopte niet. En dat het was weer eigenlijk huilen met de pet op die start gisteren. Mm-hmm. Ja, en Matthias, opvallend interview ook tijdens de rust van Filip Zinckernagel, die zei: "We tried something, but it didn't work," zei hij echt tijdens de rust. Dus de spelers hadden ook door van: nope, dit was het echt niet. Nee, qua kansen, grote kansen viel het wel mee, maar qua spel trok het echt op niks. Ik kon me echt, ik gaf commentaar voor die wedstrijd, dus ik zag het goed. En op zich, ja, ik bedoel, er zat geen gameplan, er zat geen combinaties, looplijnen. Het zat gewoon niet goed. En na die wedstrijd van gisteren heb ik een klein beetje Boyata definitief opgegeven. Want in het begin, hij komt erop tegen Osasuna, bal wegkoppen, verdedigend, oké. Maar bon, we hebben zodanig de lat laag gelegd bij Boyata, dat we eigenlijk bijna niks meer verwachten eigenlijk van hem. Maar gisteren heeft hij echt wel ook een ondergrens bereikt, al de zoveelste ondergrens. Ik vind het nog altijd compleet absurd dat het bestuur voor zo iemand is gegaan. Maar bon, hij is er. Maar ik zou die gewoon niet meer opstellen. Voor mij is het... Hij oogde nogthans wel fit voor de eerste keer. Geen knieband, geen... Hij oogde wel fit, hè. Dus ik zei het ook met mijn buren van... Oké, hij oogt wel een keer fit. En er is hoop, want ja, je zit met een zwaar salarispeler en zo. Je hoopt dat, hè, zoals dat we het ook met Yaremchuk lang gedaan hebben en zo. Je hoopt, oké, hij start, hij ziet er vet uit, geen knieband meer. Als hij loopt, liep hij toch wel min of meer normaal. Maar ja, die eerste helft was weer rampzalig. Drie keer eraf gelopen. Ergens stopt het, William. Ik snap volledig dat je zegt van oké, we moeten het een kans geven. Maar na 10 kansen stopt het ergens ook bij mij en bij vele supporters blijkbaar ook. En oké, het was tegen zijn voet als linkercentrale verdediger, maar dan nog. Ik bedoel, een paas vooruit op 5 meter, gewoon in de voeten van een STVV-speler, zonder enige clubspeler daar rond. Dan vraag ik me echt af van waar ben je dan mee bezig? Dus nee, Boyata voor mij hoeft niet echt meer te spelen. Mag misschien nog invallen of zo als het echt moet. Maar echt aan een match beginnen, dat zou ik niet meer doen, denk ik. Wat ik op zich wel raar vond gisteren, was dat we spelen dan met de 3 man van achter. Boyata heeft altijd ingevallen als centrale. En nu pakte hij de linkse positie in die en Brandon de centrale. Wat ik dan eigenlijk een beetje raar vond, als je altijd het andersom hebt gedaan, dat je nu, dat nu de switch of zo werd gemaakt. Maar dat zijn de woorden van Zinckernagel waarschijnlijk, van we tried something and it didn't work. Waarschijnlijk was het een soort van hybride 3-5-2. Ja, ik vond wel Skof zeer hoog spelen, wat positief is, hè, want Skof moet altijd zeer hoog spelen, dicht bij de 16 meter van de tegenstander. Maar de gameplan van Dela klopte van geen kanten. En eigenlijk na een minuut of twee kon het al zomaar 0-1 staan. Want ik denk, Bruno Godot was het, geloof ik, die daar vrij kon inkoppen en die onbegrijpelijk mist. En als je daar met 0-1 de wedstrijd begint, ja, alle koppen naar beneden, de fans die weer geen goesting hebben. Dus eigenlijk hebben wij nog een beetje geluk dat het maar 0-0 staat na een paar minuten. Ja. Mm-hmm. Ja, na de rust wordt er dan weer geswitcht. Ook weer de wissel. Onyedika er ook weer direct af. Balanta er ook weer op. Weer een teken van Nielsen ook, gisteren ook. Of nee, Nielsen was er al op. Nog niet, iets later. Dus direct ook weer de wissel van Deila om te laten zien. Jongens, het moet anders. En toch weer 4-3-3 gaan spelen. En eigenlijk, William, na een minuut, ja, dan staan we ineens 1-0 voor. Dan denk je, ja, we zijn vertrokken. Ja, het was ook Spileers die erin kwam voor Boyata, dus een dubbele wissel. Ja, ja effectief. Onyedika had net voor rust, denk ik, geel gekregen. En dus ik denk dat hij daarmee misschien ook wat wou veranderen. En achteraf zei Dela ook van een beetje hetzelfde van Zinckernagel aan de rust. Hè. Hij zei van, kijk, het is mijn schuld. Ik wou inderdaad iets anders proberen, maar we hebben er eigenlijk amper op kunnen trainen. Dus het was eigenlijk te vroeg en ik heb het terug aangepast. En terug naar die 4-3-3, die blijkbaar toch ook door de spelers liever gespeeld wordt.
En effectief, ja. Het was weer een beetje copy-paste. Hè. Maxime de Kuyper, deze keer met zijn linker. En een heerlijke volley over Hoeks van Skof. 1-0. En ja, je voelde wel opluchting. Hè, zo van, oké. Iedereen was blij dat de 1-0 gevallen was. En dan is het meestal het moeilijkste gedaan, hè, in dat soort wedstrijden. En ik vond dan ook die 10 minuten na die 1-0, hè, want die kwam direct naar rust. Ja, die 10 minuten, of misschien tot het uur, dat kwartier, was club goed. En je voelde dat Sint-Truiden wel aan het barsten was. Hè. Ik denk dat we dan daarna nog 1 of 2 goede kansen krijgen. Van Aken daar met een geblokt schot. En dan, ik weet niet meer wie nog een kans. Dus ja, dan hebben we eigenlijk de kansen op de 2-0. En op dat moment was er ook schoen in het stadion. En had je zoiets van, oké, we gaan nu richting die 2-0. En dan is het de kous af voor vanavond. En hebben we de 3 punten. Maar de onvermijdbare tegengoal kwam toch weer. Hè. Ja, Koita dacht er anders over. Het gewijk bij de Brugse verdediging. Ja, het was een goal wel een beetje uit niets, Matthias. Want de tweede helft van STV was veel minder toch dan hun eerste. Maar ja, toch weer een goal. Hè. Ja, ja. Ik wil misschien even terugkomen op die goal van Skof. Want het ziet er gemakkelijk uit. Het is het alles behalve. Ja, het is echt, er zijn heel weinig spelers in de Belgische competitie die die bal zo gemakkelijk, eenvoudig in het doel kunnen leggen. Maar ja, Skof kan dat. En er was een beetje een copy-paste goal met die van op Porto, geloof ik, dat hij de 0-2 scoort, of 0-3 was het daar. Maar hij heeft fantastisch gedaan. Hij heeft ook opnieuw zijn stats opgekrikt. En hij was een van de weinigen, vond ik, samen met Maxime de Kuyper en Hans van Aken, die echt wel goed was gisteren. De rest was zeer zwak. Odoi vond ik nog degelijk spelen, maar te veel spelers die gewoon compleet ernaast waren. En dan die goal van Koita. Ja, je weet, er is één man die niks nodig heeft om te scoren bij STVV. Ik hoorde nog van iemand onlangs van als je Koita aan banden kunt leggen, dan win je de wedstrijd al veel gemakkelijker tegen een STVV. En opnieuw, ja, heel veel pech. Opnieuw een afgeweken bal tegen Charleroi, zoals dat overkomen met de rug van Spileers. Nu was dat met de hakken van Odoi, geloof ik. Maar ja, zoals de Grijze zei vandaag op HLN, opnieuw 3 spelers die gewoon doodleuk naar elkaar kijken en geen pressing. Odoi was het, en dan denk ik Spileers en nog iemand. Ik denk Casper Nielsen zat daar ook tussen. Maar ja, het is zo. Ik heb te vaak het gevoel bij club de laatste tijd dat er heel veel alibi voetbal wordt gepleegd en alibi verdedigen. En dan bedoel ik, ze lopen wel, maar ze doen er eigenlijk niks mee. Ze worden niet geprest, ze worden niet aangevallen, ze gaan niet in duel. En er wordt gewoon, en ook eerst helpt STVV toen dat ze 3, 4, 5 kansen naar elkaar kregen. Onyedika, die gewoon zijn man laat lopen. Boyata, die zijn man laat lopen. Mechelen, hetzelfde. Het is te vaak het geval, de 4, 5 laatste wedstrijden. En de alibi-voetbal begint mij fameus te storen, eigenlijk. Het begint eigenlijk ook bij een fase waar Spileers geraakt wordt door een speler van STVV. Ja. En de scheidsrechter laat eigenlijk laat doorspelen en stopt dan eigenlijk het spel omdat Spileers bleef liggen. Maar eigenlijk als hij daar fout fluit en eventueel geel geeft, hè, want dat was eigenlijk een vuile fout of ja, dan staan we daar in die hoek en hebben we daar de bal. En eigenlijk dan daarna geeft hij gewoon scheidsrechtersbal. En ik denk dat dan vanuit die fase, waarbij dat Spileers eigenlijk verzorging nodig heeft en dus pas later terug op het veld komt, dat er wat organisatie mist en dat Odoi misschien wat meer naar het centrum moest gaan en daarom die flank ook verder stond van Koita. Dus ja, inderdaad. Dat vond ik toch ook eigenlijk een fase waar dat iets zat van als die gewoon fout fluit daar, ja, dan kan Spileers met zijn gele kaart misschien niet naar de zijkant gaan en niet verzorgd worden. En kan hij dan blijven staan en staan we tenminste in positie met die verdediging. Het is zoals Besiktas, hè. Opnieuw, je pakt een tegendoelpunt na. Ja, toen was het Van Aken die eruit was en Casper Nielsen dacht, oei, ik wil die bal naar Van Aken passen, maar ik ga het andere kant doen. En hier opnieuw desorganisatie tot en met. Maar ja, we pakken opnieuw veel te gemakkelijk goals, want STVV was nergens in de tweede helft. Ze hebben zelfs niks gecreëerd, want die kans van Koita is eigenlijk niet echt een kans. Had Mignolet daar beter kunnen doen? Ik twijfel een beetje, want het is een afgeweken schot. Dat is nooit gemakkelijk. Ik weet niet wat jullie ervan denken, jongens, maar mij lijkt het niet gemakkelijk. Maar, ja, moeilijk te oordelen. Vanuit de tribune leek het ook alsof het wel
Mignolet is die eigenlijk gewoon die bal in zijn goal kijkt. En, maar ja. Ik heb de beelden niet gezien. Ik kijk nooit naar beelden als we niet winnen. ik hoorde op de radio in het terugrijden, want als je 2 uur in auto zit, dan heb je 2 keer het nieuws en 2 keer de interviews. Ja. En 2 keer, dat die bal haarfijn in de hoek zat. Dus ja, dan denk ik toch dat Mignolet waarschijnlijk er niet veel aan kon doen. Ja, ik denk het ook dat het een moeilijke was om nog iets te doen. Het lijkt wel zo in stadion zeker, zo van, allee, waarom duikt je niet? Maar ja, als dat afwijkt, dat is altijd moeilijk voor een doelman, denk ik wel. Ja. Ja. Wat een beetje jammer ook is, na die goal valt het zowel in het publiek en ook bij club zelf stil. Terwijl, ja, op zich was er nog tijd genoeg. Hè. Het was nog 25 minuten en er was precies geen geloof of zo niet meer. Ook in de tribunes had ik de indruk. Ja, ik was gisteren ook aanwezig, dus ja, het was weer een beetje zo... Ik kreeg een beetje weer de vibe als vorig jaar. Zo de bal rondtikken, maar zonder enig doel of zo. Ja, het was het grote niets. Het is, ik heb die samenvatting wel bekeken van Sports Late Night. En na die goal van Koita hebben zij nog een laatste mini-kansje voor club getoond, minuut 92. Dus ja. Het is echt... En dat vind ik heel frappant. Ik reken zeker niet deilen af op zoiets, maar ik vind wel, als coach moet je wel bepaalde tactische richtlijnen geven aan de jongens, van kijk, oké, we gaan het nu zo aanpakken, want ik dacht meteen van oké, het is nu minuut 67, geloof ik, die goal van Koita. Je hebt een klein half uurtje om het recht te trekken. Dat is meer dan genoeg tijd. Maar eigenlijk voelde je wel dat de fysiek van de spelers compleet naar beneden aan het gaan was. Je voelt dat die precies, dat die fysiek niet mee kunnen. En ik zeg niet dat STVV het wel kon. Maar zij dachten van oké, club rondgetik. En dat was altijd het geval. Het was Spileers naar Mechelen, Mechelen naar Mignolet. Mignolet de Kuiper terug naar Spileers. En dat was zo gedurende 25 minuten. En Thiago stond daar en hij wachtte op een bal, maar er waren gewoon onmogelijke ballen. Dus ook niet tof voor hem. Maar het grote niets gedurende 25 minuten. STVV stond ook wel goed, hè. En ik moet zeggen, ik vond wel dat zij kwamen voetballen vanaf minuut 1. Maar na hun 1-1 zijn ze eigenlijk ook wel een beetje beginnen in het tijdrekken en antivoetbal en... Maar niet onlogisch, dan, wat dat ook niet onlogisch is, nee, tuurlijk, en iedereen mag het doen. Ik bedoel, voilà. Maar club, ja, dat was, vond geen opening. En eigenlijk op een aantal momenten werd het zelfs nog link, vond ik, omdat STVV wel van onder onze middenveld uitvoetbalde. En Balanta kwam dan nog. Die heeft dan ook een paar keer, en je hebt dan een paar keer echt wel foutjes moeten maken, omdat ze anders op de counter zouden kunnen ontsnappen. En... En club kon eigenlijk niets inbrengen, ondanks de wissel van Thiago voor Jutgla, die eigenlijk op zich ook geen wereldpartij speelt, maar goed, een ondankbare rol in de spits daar. En door club werd vooraf gezegd dat Jutgla wel groen licht kreeg om te starten, maar daarom niet 90 minuten kon volmaken. En het publiek morde wel bij die wissel, hè. Daar moeten we het toch wel even over hebben. Ja, Jutgla is natuurlijk graag gezien bij de supporters. Wij weten dat Zinkernagel een beetje de chouchou is van Deila. En dat Zinkernagel eigenlijk gisteren geen goede partij speelt. Heel afwezig. En eigenlijk ook een beetje zo'n salonvoetballer is die wij misschien niet altijd graag zien als Brugse publiek. Dus eigenlijk had het publiek gehoopt dat hij eraf ging. En dat het dan Thiago en Jutgla was die gingen samen nog beuken. Maar dat was dus niet het geval. En dus gemor, dat gemor was niet voor Thiago, zoals sommige mensen denken, Gilles de Beelden, dacht ik, zei dat ook. Maar was eigenlijk voor het vertrek, het eraf gaan van Jutgla. Maar ik denk dat hij gewoon niet langer kon dan 70 minuten volhouden, denk ik, vrees ik. Hij kan het probleem bij zo'n een boegroep van de fans, en natuurlijk was het omdat Jutgla eraf liep en niet omdat Thiago erop kwam, maar dat kan heel gevaarlijk zijn. Want stel, je zet jezelf in de schoenen van Thiago. En misschien gaat hij beginnen denken, oké, het zit zo. Dus Jutgla is de grote vriend van het clubpubliek. En ik ben hier de grote vijand. En oké, ze moeten mij niet. Maar ik denk wel dat Thiago zich erover kan zetten. Maar stel je voor dat je te maken hebt met een Skovolsen-type, die het soms mentaal iets moeilijker heeft als het publiek niet meegaat. Of een TJ Buchanan, die graag soms geviseerd wordt. Dan heb je een gigantisch probleem. Dus... Ik vond dat het boegroep van het clubpubliek vond ik zwaar, zwaar ongepast en overdreven. Ik kan begrijpen dat het publiek niet super content is dat Jutgla eraf gaat. Maar ze moeten zich ook de vraag stellen van oké, hij heeft al heel veel maanden niet gespeeld. Er zal sowieso een reden zijn waarom dat hij gewisseld wordt. En ten tweede, je helpt daar Thiago totaal niet mee.
Dus ik vond het gewoon ongepast van ons. Mm-hmm. Ja, toch wel. Hè. Want inderdaad, zo'n speler kan dat wel iets anders opnemen of zo. Het is te hopen dat daar goede kadering rond gebeurt, dan denk ik binnen de staf ook gewoon. Ja. Dat dat niet het geval is. Ik hoorde ook van mensen dat Thiago nog bezig was met de vierde ref en dat ook waarschijnlijk allemaal niet door had wat er aan het gebeuren was. Dus ja. Hopelijk van niet. Maar ja, het laat ons wel natuurlijk achter met een 3 op 9, denk ik. Ja, 3 op 9. Anderlecht, Genk en SCWV. Dus ja, dat is ook de stelling een beetje van de week. Matthias, van Dieter heeft de vraag gesteld. Hoeveel aandeel heeft coach Deila in deze mindere periode? Dus de 4 gelijk spelen op een rij. Dat is een moeilijke vraag. Dat is een goede vraag. Voor mij is het nog niet echt een probleem, Ronnie Deila, want ik vind wel dat hij al matchen heeft doen kunnen kantelen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Genk, waar hij de juiste wissels door... Hij heeft al veel juiste wissels doorgevoerd. Oké, ik vind wel dat hij voor de eerste keer dit seizoen heeft hij wel tactisch een fout gemaakt door een compleet verkeerde opstelling en tactiek te maken met een soort van hybride 3-5-2. Dus ik zou zeggen, gisteren was zijn fout, inderdaad. Maar het was ook vooral het fout van een zeer tam en mak Club Brugge, die er weinig goesting in had, behalve een paar uitzonderingen. Maar dit seizoen heb ik wel al wedstrijden gezien dat ik dacht van oké, Deila, hier voel ik wel echt wel zijn poot als trainer. Maar voor mij, de vuurdoop komt er nu aan, hè, tegen een Noorse ploeg, tegen zijn ex-ploeg Standaar. Ik denk, nu gaan we echt zo'n beetje de... We zeggen dat in het Vlaams de peren zien van de ploeg en van de club. En het is nu dat het gaat gebeuren eigenlijk. Dus, het is nu een mindere periode. Besiktas was compleet onverdiend. Anderlecht en Genk was billig. En STVV verdienen we ietsje meer de overwinning. Maar het spel moet gewoon beter. En de speels moeten frisser zijn. Ik denk aan een blessing gisteren, hè, met Union tegen Charleroi. Die haalt er gewoon, baf, 7 speels eraf. En hij verloochent zijn tactiek en zijn opstelling niet. En ze winnen gewoon 3-1 tegen Charleroi verdiend. Dus, pas op, ik wil niet Union met Club vergelijken, maar ik vind het wel belangrijk. En ik denk wel dat Deila tot het besef is gekomen van ik kan hier niet vasthouden aan een 12 of 13 spelers. Want hij had voor het seizoen gezegd van ik werk alleen maar met een basisploeg. Maar dat kun je gewoon niet maken. Je speelt straks beker, je speelt... Om de 3 dagen. Je hebt voorrondes gespeeld, 6 matchen. Je speelt nu om de 3 dagen Conference League. Je moet roteren. En ik stel mij ook de vraag, ik weet niet wat jullie ervan vinden. Zinckernagel is overduidelijk de chouchou van Deila. Moet Skoras niet zijn kans krijgen? Want Zinckernagel, met of zonder Zinckernagel, ik zie het verschil niet als flankspeler. Ik vind wel dat Zinckernagel een heel goede meerwaarde heeft in de kern van club als nummer 8 of als nummer 10, als backup van Vetlissen en van Hans. Maar als flank... Ik zou misschien, ik weet niet, de komende 2-3 matchen ter afwezigheid van Nusa de kans geven aan Skoras, eventueel. Ja, ik heb vandaag eens opgezocht. Hè. Hij heeft, denk ik, 8 of 9 ploegen gehad tot nu toe, Zinckernagel. En ik bedoel, dat wil niks zeggen, maar dat zegt toch ook iets. Hè. Veel dan verhuurd, en, van Nottingham naar Watford, van Watford naar Olympiakos, verhuurd aan Standaar, dan nog eens verhuurd geweest. Heeft al een waslijst aan clubs gehad en... Ja, meestal is dat ook geen goed teken, want dat zijn spelers die overal maar 1 seizoen of 2 seizoenen blijven. Ja, en wij hadden hem bezig gezien met Standaar tegen Club vorig jaar, maar het was nu ook niet zo hard opgevallen in de andere matchen. En ja, Deila had een beetje op zijn komst aangedrongen. En we hebben hem eigenlijk redelijk goedkoop kunnen halen bij Olympiakos. Maar dan stel je ook de vraag, ja, waarom laat Olympiakos een club die eigenlijk niet beter is dan ons, dan Club, hem gaan zo gemakkelijk? Ja, ondanks dat hij dan in die eerste 2 matchen toch wel... wat flitsen toonde, hè, op Eupen en dan thuis tegen RWDM met die leuke kopbal, moet ik nu zeggen dat hij wel wat ontgoochelt. Oké, als hij gisteren natuurlijk de 1-0 maakt daar in de eerste helft en die keeper die bal niet uit de hoek haalt, hebben we misschien een ander verhaal. Het is het type speler die het clubpubliek misschien ook niet zo graag bezig ziet. We hebben eigenlijk op de flank graag iemand die lijn afloopt, die vooruit gaat, die richting de goal gaat. En Zinckernagel is toch wel veel... overstapjes, hakjes, zooltjes. Dus minder dan ons type speler, denk ik. En Skoras, ik begrijp Matthias, hè, maar
De vraag is, ja, we hebben Skoras nog met moeite gezien en krijgt ook iedere keer maar 5 minuten. Ja, als je natuurlijk niet een keer 4-0 voorstaat, kun je die niet vroeger brengen. Maar ja, het moet toch zijn dat hij op training toch ook niet te veel laat zien en dat de trainer er toch niet... Allee, normaal valt Jutgla dan nog in op de flank als eerste invaller. Dus ja, dan maak ik mij toch een beetje zorgen om Skoras. Maar effectief, ja, als het is om toch te verliezen of gelijk te spelen, kunnen we even goed een keer proberen met hem, zoals tegen Beşiktaş op zich, ja, te starten. Maar goed, in die match deed hij het ook niet zo goed. Nee. En is toch die opstand daar nu, wat eraan komt, dan de perfecte match om toch nog Sinker naar te zetten? Ik weet niet. Als je zo tegen je ex-ploeg, gaat dat toch niet een beetje motiverend werken of zo? Ja, al dan niet, hè. Dus het is een beetje... aan twee kanten snijden. Ja, het is dat. Ja. Dus ik duim alle vingers dat Moussa er is. Dat zou een geweldig nieuws zijn. Maar bon, het ziet er niet naar uit dat hij kan starten, laten we zeggen. Misschien invallen op standaard. Dat kan misschien wel nog gebeuren. Ik weet het niet. Voor mij is Zinkernagel een perfect alternatief op het middenveld. Maar het is geen flank. En dan zie ik liever een Skoras iets proberen. En misschien, wie weet, kan het nog positief verrassen. Maar opnieuw Zinkernagel op Bodo, zijn ex-ploeg. Op standaard, zijn ex-ploeg. Twee keer titularis, omdat het twee keer zijn ex-ploeg is. Dat zou ik gewoon niet doen. Dus als Moussa niet fit is, zet gewoon een van die twee matchen op zijn minst Skoras. En je moet er wel iets mee doen. En Skoras werd gehaald, denk ik, als ik me niet vergis, in april. En Deyla werd naar ons geloodst in mei, juni, zoiets. Dus ik kan mij niet van de gedachte ontdoen dat Skoras totaal niet op aanvraag van Deyla naar club kwam. Voor mij is dat 100% een scouting- en manaart-transfer. Maar ik denk dat Deyla het na 1 of 2 weken gezien heeft met Skoras en dat hij rap dacht van, daar kan ik niks mee aanvangen, ondanks dat er 6 miljoen werd geïnvesteerd in de jonge pro. Mm-hmm. Ja, inderdaad. Maar William, ik wil nog even inpikken op het feit dat je zei Zinkernagel is zowat goed weervoetballer, misschien minder geliefd bij het Brugse publiek. Maar aan die andere kant, ja, Scovols is dat toch ook wel een klein beetje. En die is dan wel zeer geliefd of zo. Ja, ik overdrijf misschien, hè, maar het is ook een beetje mijn persoonlijke gevoel. Ja, ik had ook al zo na die 2 goede matchen tegen RWDM dingen, een voorpagina-interview en dan een beetje wat grootspraak. Ja. Misschien ben ik dat persoonlijk, maar ik heb zoiets van toen het eerst is. Hè. Ik bedoel, we zijn Club Brugge. En Skov is ook een beetje een salonvoetballer. En trouwens, ja, ook in die wedstrijden kan hij soms, hè, we hebben het ook gezien op Anderlecht, gedurende een uur een beetje afwezig zijn. Een keer een bal nonchalant. Gisteren was er een bepaald moment na de 1-0 ook een moment waar hij zo half op de bal ging staan. À la Noah die bal achter het steunbeen gaf. En dat ik dan ook zoiets heb van nog. Ja. Maar hij is wel beslissend. En no Skov, no glory. Hè. Het is, ik denk dat we het er vandaag over hadden. Het komt. Ja. Haal Skov, Hans van Aken en Maxime de Kuyper uit deze ploeg. Dat zijn de 3 die scoren, hè? Of het nu tegen Osasuna is, of hier op die wedstrijd op Anderlecht tegen Genk. Ja, het komt van hun, hè? Het komt van die 3. Thiago heeft er dan nog een paar gescoord. Maar voor de rest, ja, Hugo Vetlessen valt in. Ja, er komt heel weinig van de andere spelers. En dat is eigenlijk een beetje problematisch. Hè? En eigenlijk kwam het ook veel van Moussa. Toch die dreiging en die schwung in een bepaalde wedstrijd. Tegen Charleroi, die assist en die goal. En dan tegen RWDM was het toch ook veel Moussa wat de klok sloeg. Ja, ik vind het eigenlijk altijd... Ja, want dat is ook, we hebben het daarnet over Union gehad, we mogen ons niet vergelijken met Union, maar de sterkte van Union is een team, een echt team, en iedereen vecht voor elkaar. Maar bij club is het veelal van een aantal spelers dat het moet komen. En als die spelers niet thuisgeven of gekwetst zijn, ja, dan weet je eigenlijk op voorhand dat al dat moeilijk wordt. En als Balanta ingebracht wordt, dan zeg het genoeg. Hè. Het verhaal achter Balanta, die terug als de verloren zoon wordt heropgevist. En dat was het geval bij Philippe Clément, bij Alfred Schreuder. Elke coach heeft op een bepaald moment teruggegrepen naar Eder Balanta. En dat heeft allemaal te maken met wat William zei. Vechtlust,
duels aangaan. En dat wordt gewoon te weinig gedaan bij club de laatste jaren. Hè. Het heeft niks te maken met Deila, het is gewoon de laatste jaren. En ik voelde vanaf Aarhus en Osasuna, en begin van het seizoen dacht hij van eindelijk zijn we weer die duels aan het aangaan. En er is weer grinta. Oké, okay, dat is een hatelijk woord, maar we waren wel goed, weer goed bezig op dat vlak. En de laatste ja, 3-4 weken is het weer helemaal afwezig. Dus als Deila Balanta erop zet, dan is er gewoon een teken van ik wil hier weer duels zien uitgevochten worden. En kijk, tegen Genk, het heeft geloond, hè, 1-1. En dan speel je een zeer goede tweede helft. Dus er moet meer voor elkaar gevochten worden en er moet vooral meer een collectief staan. Want inderdaad, Union speelt dan zo'n ploeg. En ook al, en ze werden helemaal leeg geplunderd deze zomer. En ik vind het compleet wakko en absurd dat ze daar helemaal bovenaan staan. Het is petje af, maar ik vind het nog altijd compleet geschift. Ja. Maar is het toch niet een beetje zorgwekkend dat een topclub als Club Brugge zijnde, dat we nu allemaal zeggen, ja, maar ja, Nusa moet terugkomen, terwijl het iemand van 18 jaar is, waar dat we tot een maand geleden niet van wisten, gaat het dit seizoen zijn doorbraak worden, ja of nee? Omdat, ja, vorig jaar, ja, dat kon je gewoon niet zeggen. En nu hangt het precies allemaal af van die jonge Nusa, terwijl dat zou toch niet mogen? Het is een beetje beschamend, hè? Als je ziet wie dat er allemaal boven ons staat van ploegen. Hè? Anderlecht staat ook voor ons. En met het budget dat we hebben, met de kern die we hebben, ligt het aan Dela, was dan een vraag van niemand. Ligt het aan de fitheid? Ligt het aan mentale kwestie? Ik weet het niet, maar ja, ik vind de positie waar we nu op staan, hè, en toch thuis nu al 3 keer punten laten liggen, thuis tegen Mechelen, thuis tegen STVV, thuis tegen Genk, oké. Okay. Dat je op Gent verliest, kan gebeuren, dat je op Anderlecht misschien een punt pakt, oké. Okay. En eigenlijk thuis tegen Genk ook, maar ja, die andere wedstrijden heb je dan ook punten verlies. En eigenlijk tegen Charleroi school het geen haar, of het was ook een draw. Ja. En we zijn dat eigenlijk niet gewoon. Hè? Ik bedoel, club won meestal dat soort wedstrijden thuis redelijk gemakkelijk. En nu is het eigenlijk een beetje in de lijn van vorig jaar, hè, waar dat we ook zo in al die wedstrijden pas laat of eigenlijk ook veel gelijk speelden hebben. Dus ik vind het eigenlijk een beetje beschamend. En effectief, een grote club als club zou niet moeten afhangen van één speler. Hè, want ik bedoel, iedereen heeft gekwetsten of spelers. En natuurlijk telt dat mee. Hè. Gent is ook zonder Kuipers en zonder Hong en Song, of noemt hij. En dan, voel je ook dat die ploeg ergens iets mist. En dat is overal zo. Hè. Kijk, maar bon, je moet oplossingen vinden als trainer. En misschien is die kern ook net niet goed genoeg samengebracht. Hè. Ik denk nog altijd dat we een beetje nagelaten hebben deze zomer om goed te investeren op bepaalde posities. En we zitten in een club die verkocht wordt of die in te koop staat. Dus we weten allemaal dat die investeringen misschien ook niet gedaan zijn daardoor. Dus ik vind het eigenlijk wel een beetje na gisteren. Het was een beetje een domper zo. Ik denk dat we na Anderlecht uit en Beşiktaş nog iets hadden van oké, tegen Beşiktaş was het echt wel goed voetbal en het komt wel. Maar na dit twee luik, waar we eigenlijk allemaal zeiden van club moet nu 6-6 halen, 2-6, ja, dat komt even binnen. Dat was een heel verkeerde jinx van onze achteraf gezien, hè? Die 6-6 een klein beetje. Maar wow, dat mochten we wel hopen, hè? Ja, dat klopt. Maar ik vind dat club, want William was bezig over de sportieve keuzes van transfers. En ik vind nog altijd dat, ik weet niet of het komt van Manaert of van iemand van de scouting, ik zou het bij God niet weten, maar ik vind nog altijd dat we op sommige keuzes een bepaalde, ja, een beetje hautain en arrogant worden. Zo'n Watanabe die dan van de scouting een negatief rapport krijgt, terwijl iedereen ziet dat die Watanabe zomaar los titularis zou zijn bij club. En ja, blijkbaar is hij niet goed genoeg, maar het is een leider, hij kan uitvoetballen, het is een stille kracht, dat is iemand die dat is gewoon de leider die we missen achterin. En het mag ook een Jan Vertonghen zijn, die het heel goed doet bij Anderlecht, of een Toby Alderweireld, maar dat er geen leider en uitvoetballende centrale verdediger werd gehaald in de zomer, ik blijf het herhalen, maar het is een beetje een professionele fout geworden, hè, geweest van club. En ze gaan het natuurlijk rechttrekken in januari, want er is geen andere keuze. Ze moeten niks doen. Ze moeten iets doen achteraan. Maar dat ze het hebben nagelaten in de zomer is frappant. Ja. Zeker. Zeker vast. Zo eindigt dus het weekend met een 3-9. En dan gaan we hopelijk naar iets ludieker nu, Matthias, want jij hebt voor ons, voor onze rubriek,
de Hoe is het nog met? En vertel eens, hoe is het nog met? Ik ga jullie een beetje laten meedenken. Hè. Dat is altijd toffer, want het is begonnen met Nico, die een beetje een quiz van maakte. Dus mij is geen quiz, maar meer zo eventjes een paar, een beetje name-dropping. En dan zien we. Dus het is een ex-speler van club. En hij heeft gevoetbald bij Maribor. Zegt dat jullie iets? Maribor. Oei, oei, oei. Het is nogthans een geliefde speler van jullie, denk ik. Oké. Nastjatje? Ja. Oké. Okay. Yes. Ja. Je dacht waarschijnlijk Maribor, Slovenië. Welke Slovenen bij gaat bij club? Ja, ja, ik zat eerst even te denken van een keeper of zo. Maar nee, Nastjatje, ja, inderdaad. Ja. Ik dacht dat die eerder bij... ik weet niet welke club zat, maar... Ja, nee, maar dat klopt volledig. En waarom heb ik voor Nastja gekozen? Want vaak proberen wij een beetje een brug en een link te leggen met de opkomende wedstrijden. Standaar en Bodo. Bij mij was de link heel simpel. Mijn eerste, hoe is het nog met, was Bosco Balaban, een vrij trapspecialist. En ik dacht van laten wij gaan voor een tweede vrij trapspecialist. Een nog betere vrij trapspecialist, vind ik persoonlijk. En dat is Nastja Tje. Die werd opgeleid bij Drava Ptuj. Dat is een plaatselijke club in de Sloveense derde klasse. Hij was toen 16 jaar en hij werd daar opgeleid. En in 1999 werd hij weggeplukt door de absolute topclub in Slovenië, NK Maribor. Iedereen kent Maribor onder de clubfans, want we hebben daar een mythische, epische remontada onder Christophe Daum van gemaakt, met goals onder andere van Akpala en Ryan Donk. Maar dus hij heeft daar 2 jaar gespeeld en hij ruilde Maribor voor club in de zomer van 2001. Voor een amper 700.000 euro, wat toen een mooi bedrag was, maar vandaag is dat natuurlijk amper iets. En eigenlijk, weinig mensen weten dat, maar in zijn beginperiode bij club was hij slecht. Hij was totaal afwezig. Hij kon zich totaal niet aanpassen aan België, aan onze manier van spelen. En niks lukte hem het eerste jaar bij club onder Solliet. En eigenlijk is het gekanteld tegen Shakhtar Donetsk. Dus daar heeft hij een beslissende vrije trap binnengejast op 25, 30 meter van doel. Het was echt een prachtig vrije trap. Het is ook een van zijn key moments in zijn voetbalcarrière bij club. Dat is ook een van die staat... Voor die wedstrijd, sorry dat ik onderbreek. Hè, die staat bij mij in de top 5 van de meest memorabele wedstrijden van club. Dat was de eerste keer Champions League campagne, denk ik, dat ik meemaakte. Dat was nog voor die historische... tegen Dortmund, denk ik. Hè. Dat was het jaar daarvoor. En dat was inderdaad een thriller. Hè. Ik denk dat we 1-0 achterkomen en dat we dan een fenomenale vrije trap van Nastja hebben en dan nog penalties uiteindelijk. Ja. En in de verlengingen missen wij 3-4 reuze kansen met Tim Smolders, die onbegrijpelijk naast komt. Kevin Roelands speelde toen ook nog bij club, denk ik, mee. Ja. Ja. Ja, en Shakhtar had toen echt wel een goede ploeg met heel veel internationals, maar bon, we zijn er al wel gemakkelijk in de penalty. Good old Danny Verlinde, de Wall, pakte daar 2 penalties, denk ik. 2-3 penalties, ja, klopt, volledig. En Rune Lange maakt het af. Maar voilà, dus dat is eigenlijk een beetje... Toen lanceerde hij een beetje zijn voetbalcarrière, want tot dusver was het weinig soeps. En uiteindelijk, achteraf gezien, 39 goals en 19 assists in 148 wedstrijden. En hij veroverde met club 2 keer de landstitel en 2 keer de beker van België in 4 jaar tijd, wat wel een mooi palmares is voor hem. Hij werd verkocht in de zomer van 2005 aan Austria Wenen, want zijn vrouw was hoogzwanger en hij had tal van voorstellen van Spaanse en Duitse clubs, maar hij dacht, ik wil zeer dicht bij huis gaan spelen. En Austria Wenen was toen in een zeer boomende periode. Didier Deden speelde daar toen ook. En uiteindelijk heeft hij amper een jaar gespeeld bij Austria Wenen en hij werd... En dat is geen grap, hij werd ontslagen door een hevig dispuut met het clubbestuur van Austria Wenen. En nadien is zijn carrière helemaal in een neerwaartse curve gegaan. Hij heeft nog gespeeld bij clubs in Griekenland, Kroatië, Israël, Indonesië en Vietnam. Maar hij eindigde wel zijn carrière op een mooie manier bij zijn jeugdclub Drava Ptuj. Dus hij is daar gestart op 16-jarige leeftijd en hij is geëindigd met zijn carrière bij Drava Ptuj, de plaatselijke derde klasser van Slovenië. En zijn absoluut hoogtepunt met Slovenië was, met het nationaal team bedoel ik dan, was het WK 2002 in Japan en Korea.
En daar was hij los titularis. En in totaal speelde hij 46 wedstrijden. En hij lukte 6 doelpunten met het nationaal elftal. Dus daar was hij wel een icoon. En bleef hij spelen, ondanks dat hij een beetje verwaterde. Onder andere in Griekenland enzovoort. Voilà. Cech zei onlangs trouwens in een interview dat de grootste blunder uit zijn voetbalcarrière was toen hij vertrok uit club. En hij zei letterlijk, ik citeer, er lagen minstens 5 of 6 voorstellen op tafel uit Spanje en Duitsland. Ik koos voor Austria-Wenen om dichter bij huis te zijn en omdat mijn vrouw hoogzwanger was. Het was de grootste blunder uit mijn carrière om weg te gaan uit club, om mijn huis daar achter te laten. Ik was nog jong. Ik dacht dat ik de slimste mens ter wereld was, maar ik had ongelijk. Ik had 10 jaar in Brugge moeten blijven. Nadien ging het allemaal snel bergaf. Voilà. Mooi. Mooie woorden. Ja, mooie woorden voor club. En misschien nog een andere key moment over Nastia Cech. Natuurlijk zijn doelpunt tegen Shakhtar. Maar wat mij misschien nog iets meer bijbleef, was natuurlijk... Tegen Zitka. Ja. De 2-2. Ja. Binnenkant van zijn schoen chipt hij de bal over Company. Botsing Zitka met Verheyen. En die bal dwarrelt binnen. Ja, en binnen. Kampioenenmatch. Voilà. Ja, kampioenenmatch. Hij jast er nog één binnen, denk ik. Hij scoort twee. Dat was ook een thriller van een wedstrijd. En effectief daar... Ja, het was een nummer 10 met een linkervoet die ongelooflijk was. En het was misschien inderdaad een typische speler die echt voor club gemaakt was. Hè. En dat was voor mij was een fantastisch middenveld. Hè. Dat was Timmy Simons, de stofzuiger, het slot op de deur. Anglebert, de 10 longenman die bleef lopen, die gaten dichtte. En eigenlijk Che die ervoor, die iets minder liep, maar die wel een beetje de patron was. En die dan eigenlijk Mendoza kon lanceren of Gert Verheyen. En dan met Lange in de spits had je ook wel iemand die de ballen kon binnenkoppen. En Nastja kon die schilderen. En die vrije trappen schilderde die ook altijd heerlijk binnen. Ja, fantastisch. Dus, op assist van Ruud Lange was het, dat hij die bal binnenjast in het dak van toen. Fantastisch moment. En hij werd ook gehuldigd door de clubfans bij de titelmatch 4-0 tegen Moof met Ruud Lange. Just, met Lange, ja. Dat was een beetje zijn officieel terugkeer in Brugse bodem. En wat kan je nog meer hebben dan een 4-0 klinkende overwinning na 11 jaar zonder niks? Dat waren onze gelukbrengers, die match. Ja. Dat was echt uitgerekend die twee die dan zoveel jaar ervoor kampioen hadden gespeeld tegen Anderlecht. Ons kwamen aanmoedigen. Ja, echt zo'n beetje een favoriete nummer 10. En ik vind het ook mooi dat hij achteraf zegt, en dan spreken wij over 15 jaar later, dat hij gewoon zegt van, dat was gewoon de grootste blunder uit mijn carrière. Maar natuurlijk, hij dacht waarschijnlijk, ik kan hier losspelen bij Real Madrid of wat was het allemaal. Maar kijk, zo zie je, maar soms zit je gewoon goed. En Hans van Aken bijvoorbeeld, die ziet dat wel in, bijvoorbeeld. Ja, en wat doet hij nu? Geen flauw idee. Ik heb een half uur naar zoeken van wat. Ik heb Instagram, ik heb alles proberen te zoeken, maar letterlijk niks gevonden. Oké, hij is van de aardbol verdwenen. Ja, hopelijk niet, maar wat hij doet, waarschijnlijk er is in Slovenië iets aan doen. Ja, of misschien in een technische staf beland, maar niet gevonden, althans. Oké. Mooi dus, Nastia Che. Fijn dat je hem nog eens naar boven hebt gehaald. Leuke speler inderdaad. Yes. Wij gaan donderdag niet naar Slovenië, maar wel naar Noorwegen. Bodø Glimt wacht ons, synthetisch veldje. Eigenlijk moeten we gewoon de 3 punten pakken, want we hebben al punten laten liggen in de Conference League. William, de verre verplaatsing, maar ja, ik weet niet goed wat we mogen verwachten van Bodø Glimt, ook niet. Ik was een beetje abuus na de wedstrijd. Ik dacht van oké, we hebben nu eindelijk een keer een week zonder Europees voetbal, maar ik was een beetje vergeten dat die wedstrijd van Bodø eraan kwam. Het volgt snel op elkaar en men zegt altijd dat het soms beter is dat er veel matchen zijn, want dan kun je snel die vorige doorspoelen. We gaan naar Noorwegen, hoog noorden. Voor Ronny Deila toch een beetje dan naar zijn thuisland, voor Zinkernagel naar zijn ex-ploeg. Voor Vetlessen en naar zijn ex-ploeg. Dus we zullen wel info hebben over die ploeg. Een ploeg die het redelijk doet, maar die nu ook niet zot bezig is, denk ik, als ik me niet vergis. We hebben gezien in Aarhus dat we daar ook 1-0 verliezen. En nu inderdaad, synthetisch veld, misschien wel wat koud daar. Ik ging op 2 gedachten. Ik heb zoiets van, oké, we moeten daar inderdaad de 3 punten halen. Maar
de competitie is toch ook heel belangrijk, want ja, we gaan nu naar match nummer 10, denk ik, zondag. Ja. En dan is toch 1/3 van de competitie die gespeeld is. Op Sclessin wacht ons toch ook een hartelijk ontvangst met de Deila en Zinkernagel die nu bij ons zitten en Hoefkes die daar zitten. Ja, Hoefkes, dat weet je nu al, die zijn messen worden geslepen. Hè. Die is een beetje door de supporters weggejaagd en met Manaert is dat denk ik ook een beetje fout gelopen. Dus ja, ik hink een beetje op twee gedachten, want ik heb zoiets van, oké, de spelers die misschien niet volledig fit zijn of die misschien nog kwaaltjes hebben, zou ik toch niet die lange trip naar Noorwegen laten maken. En al is dat we daar maar met spelen. Ja, ik bedoel, iedereen moet een keer zijn kans krijgen en het tonen. En dan is het maar een keer aan Skoras en aan, ik ging zeggen, misschien Vermand nog een keer bovenhalen. Maar goed, op Aarhus was dat toch ook geen... geen super... Vermand is geblesseerd ook. Hij is geblesseerd ook, ja. Want ik was gisteren bij Club Next ook op Arnhem en hij speelde niet mee. En Barbera trouwens ook niet. Dus, Wie waren zo de jonkies bij Next? Die jou een beetje... Ik denk aan Mohamed Salah, die ik al heel vaak positief viel. Wat zijn zo de jonkies die jou goede indruk hebben gemaakt? Goh, ik vond Sam Odor eigenlijk wel niet slecht. Ik vond de doelpuntenmaker, De Roeve, zeker goed. Die hebben ook heel de wedstrijd wat toegezongen met het TJ-liedje, dus dat was wel grappig. Ja, hij maakte ook een mooie goal. Ik moet zeggen, die gasten gooien er hun kop voor. En ik was aangenaam verrast. Ik denk dat er twee broers zijn op de linkerflank, ook twee blonde kopjes. Ik moet zeggen, die gasten smijten hun kop ervoor, die tackelen, die en er zit echt wel wat verstand in die ploeg ook, dat zie je. Eigenlijk was er een groot verschil met wat ik dan op de middag zag daar en wat ik dan s'avonds zag, ook qua spirit, qua teamspirit. Dus ik moet zeggen, chapeau voor die gasten even bij Waregem, die toch titelkandidaten zijn, met Gano en Vossen in de spits, met good old Rudy op de acht. Hij was niet goed, blijkbaar, gisteren. Nee, maar heel Waregem was niet goed. En ik moet zeggen, het is wel een beetje triestig om te zien, hè, want het is toch... Waregem, dat is zo'n fiere stad, hè, Zuidwest-Vlaanderen, veel industriëlen. En dat stadion is toch wel mooi gemoderniseerd, met allemaal VIP's en dingen. Maar als je dan zo 0-1 verliest van Club Next, de B-ploeg van Club, dat komt daar wel hard aan. Het is eigenlijk een beetje jammer voor die club en ook voor als je dan Ruud daar ziet lopen en dan een fluitconcert en dan denk je ook, ja jongens, moet die dat nog allemaal meemaken? Die tweede klasse is een harde competitie. Ik zie Waregem eigenlijk niet meteen stijgen met wat ik gisteren van hen gezien heb, eerlijk gezegd. En chapeau voor Club Next nogmaals. Het was leuk die gasten bezig zien. Ik ga nu niet zeggen dat er een aantal al meteen richting A-kern kunnen, want Homma vond ik ook goed. Ook een speler met toch wel die versnelling en die bal heel balvast is. Maar behalve dan vorig jaar op het einde en in de oefenmatchen hebben we hem nu ook nog niet gezien bij Club A, dus dat zal toch ook wel iets zeggen. Hè? Nee, dat klopt. Maar wel chapeau inderdaad, Club Next. Die staan daar gewoon mee weer te doen met al die volwassen 1B-ploegen eigenlijk. Als enige U23-ploeg zijn ze mee daar in die top 4. Ja, dat is gewoon mooi om te zien eigenlijk. Hè. We gaan die gasten daar toch... Ja, chapeau, hè, Matthias. Dat is toch tof dat we weten dat onze jeugd het zo goed aan het doen is. Dat is toch iets om fier op te zijn. Ja, want die jeugdploegen werden ook luid toegejuicht. Hè. Net voor de match tegen STVV zag ik de U8, de U10, de U12 en iedereen was zo mee. En ja, ik vond het ook tof dat het publiek meedeed, want ja, dat zijn de jongens die het wel moeten maken, hè, binnen een paar jaar. Dus ik vind dat wij een ongelooflijke evolutie hebben gemaakt de voorbije jaar, want ik herinner mij nog in de jaren 2010, 2012, waar wij nog aan het ploeteren waren. Dat iedereen zei, van club zal er nooit echt een belofte komen. En vandaag de dag, ik ga niet zeggen dat we wereldtalenten hebben, zoals bij Paarswiet, tussen haakjes. Maar we doen het erg goed. En ik heb al een paar matchen meegepikt van Club Next dit seizoen. En het is aangenaam om te zien, het is niet altijd het mooiste voetbal, maar dat ze er een kop voor leggen en dat ze tackelen en dat ze duels uitvechten, absoluut. En soms heb je hier en daar een leuke uitschieter met een Homma, een Mohamed Salah. Die Granados heeft al een beetje van zijn kunnen tonen. Dus en het zit goed in elkaar. En die Nicky Haaien, we spreken niet vaak over Nicky Haaien, maar hij levert daar heel goed werk. En natuurlijk Gillian, die we kennen, vriend van de show, en Jesper, die doen het allebei heel goed ook, hè, als CEO en co-CEO van Next. Dus, klopt. Top.
top. Klopt, het is inderdaad wat andere jeugd dan de Jimmy de Jongens van de tijd enzovoort. Dus, ja. Thibaut van Akker enzovoort. Bjorn Meijer speelde ook mee de eerste helft. Ja. Die heeft wel nog wat ritme op te doen. Dus, maar bon, ik hoop dat hij na de interlandbreek wel volledig gaat kunnen aansluiten. En, we hebben natuurlijk luxe nu met Maxime de Kuyper en dan straks Meijer die terugkomt. Maar goed, hoe meer opties dat je hebt, hoe beter. Hè. En dat is ook hetgeen dat ik nu ging zeggen. Ja, je hebt zo'n Europese match. Stel dat Bjorn nu al fit zou zijn, dan kun je misschien zeggen, oké, Maxime op de bank en dan Maxime zondag. Ook al heb ik graag inderdaad een vast team, maar we moeten nu gewoon beseffen dat er te veel wedstrijden zijn en dat het gewoon een drukke kalender is en dat er een aantal jongens al heel veel wedstrijden gespeeld hebben. Ook dan nog eens interlands erbij. Ja. Het voetbal, het moderne voetbal, we weten het. Het is continu voetbal, continu wedstrijden, continu presteren. En, we houden allemaal niet zoveel van roteren, maar op een bepaald moment moet je er toch wel een aantal spelers laten rusten. Maar vandaar die uitspraak van Dela die ik niet begreep. Ik ga dit seizoen met een vast basisploeg werken. Dat gaat gewoon niet, denk ik. Nee. Ook, we zagen ook vorige week dat Buchanan ook weer mee trainde. Dus ik denk dat we die deze week ook weer mogen verwachten in de kern. Ja, ik heb het hier net even opgezocht. Bodo Glimt staat eerste. Ze hebben de laatste 5 wedstrijden niet meer verloren ook. Ze staan eerste met 1 punt voorsprong op, je raadt het nooit, Viking. Ja, alleen maar daar dat kan. Dus ja, ik zou zeggen, toch niet onderschatten. Dat is altijd gevaarlijk, zo'n Europese away. Maar ja, Matthias, donderdag en dan ook weer zondag. Het gaan 2 stevige wedstrijden worden, denk ik wel. Ja, want ik heb eventjes gekeken naar de odds op Unibet. Ik weet dat Nicolas Fivet daar een grote fan van is om altijd te kijken naar okay, wie is er favoriet voor het duel. En je raadt het niet, maar Bodo is favoriet, nipt wel van de club, maar die staan wel volgens de boekjes favoriet. Dus, en ik heb ik weet niet of dat jullie die goal gezien hebben, mannen, van de aanvaller, een Afrikaanse aanvaller bij Bodo Glimt. Zijn naam ontgaat mij, maar dit weekend heeft hij een bicyclette op zijn Zlatan Ibrahimovic. Ja, dus je moet dat een keer even op YouTube bekijken. Het is een ongelooflijk doelpunt. Maar ja, kijk, hopelijk doet hij dat niet opnieuw donderdag tegen ons. Maar ja, het wordt een potige wedstrijd en zij zijn het gewoon op een kunstgrasveld te spelen. Dit hoeft niet per se een nadeel te betekenen voor club. Maar het zal zaak zijn om daar wel goed mee om te kunnen gaan. En zondag op Standaard verwacht ik... dat is vuurwerk. Altijd moeilijk. Ja, vuurwerk. En je weet nu al dat Karel die jongens gaat helemaal opfokken, oppeppen, dat het niet normaal is. Dus ik hoop echt dat onze jongens na een lange trip in het noorden van Noorwegen klaar gaan zijn voor het vurige Standaard. Want... dat ze er een kop voor gaan leggen, dat gaan ze doen. En ook een beetje malchance voor ons. Ze zitten nu weer helemaal in de flow, de Standaardspelers. Dus ja, het is... Mag Soa meedoen? Of, ja, Soa mag meedoen. Kunnen we dat doelpunt al opschrijven? Of ja, dat mogen we wel opschrijven, denk ik. Dat is typisch. Dat is typisch. Ja, het zal de pootig worden, inderdaad. Maar ik denk dat Dela onze mannen ook wel zal kunnen. Hopelijk. Ja, als het zondag niet lukt, dan snap ik er niks meer van. Dus is nu toch... Allee, ik stel mij dan toch ook weer de vraag. Hè. We hebben vorig jaar Laren gezien, die we dan verhuren. En die dan eigenlijk wel wat scoort. Zo wat hij nu eigenlijk toch zonder matchritme daar meteen in de basis wordt gedropt. En nu toch al 2 keer scoort. En matchwinnaar is op Leuven voor Standaard. Oké, bon, zowel Parker als Rick de Mil als nu Ronnie Dela hebben eigenlijk niks aangevangen met Soa. Ze zullen het ook wel gezien hebben en we gaan er ook geen wereldspeler van maken. Maar goed, het is toch wel raar om te zien dat die gasten dan opeens wel weer kunnen de goals maken en doen en bij ons een schim zijn van zichzelf. Hè. Ik had dat nu misschien ergens ook gehoopt of verwacht van Yaremchuk, maar blijkbaar is die al aan de rust gewisseld dit weekend. Maar ja, het is ook zo wel iets van, ja, een Soa was toch ook, vond ik, in die Champions League een speler die toch wel dynamiek bracht, veel liep en ja. Oké, dat was ook enkel in die Champions League matchen en daarna heb ik hem ook niet echt meer gezien, maar ja, dat waren wel opties die je kon inbrengen en die je misschien ook toelieten om een ander soort voetbal te gaan spelen. Ja, nu kun je enkel Jutgla brengen voor Thiago of andersom, maar heb je nu nog meer mogelijkheden.
Ja, kijk, het is allemaal een beetje praat achteraf van hadden we niet die of die moeten houden, hadden we niet Yaremchuk moeten houden, die dan eigenlijk net een beetje begon te scoren. Hè? Daar tegen die IJslandse postbodes heeft hij er 3 gemaakt. En dan, ja, maar goed, bon, ja, het is allemaal achteraf gemakkelijk praten. Hè? En, het is niet goed genoeg, hè? William. Echt, ik ga niet een clubspeler snobben, maar bij Soa, voor mij heb ik echt het gevoel van oké, bij Standaard kan hij zo links en rechts zijn doelpuntjes maken tegen Eupen en Weist allemaal. Maar ik vind nog altijd bij Club dat hij heeft een geweldige CL-campagne meegemaakt onder Karel. Maar voor mij is Kamasoa een complete gekke investering geweest van Manhart. En ten tweede, want we spreken over 9,5 miljoen euro, dat is compleet geschift. En ten tweede, Kamasoa heeft de kwaliteiten niet om zelfs iets bij te brengen. Ik hoop het niet met jou en dat we zaterdag, zondag, geen masterclass Soa krijgen. Hopelijk geen jinx, Matthias, bedankt. Dat heb ik niet gezegd. Ik kan het zeggen, maak de standaard. Maar het is iemand die de kwaliteiten niet heeft om een belangrijke speler te zijn of zelfs een goede backup te zijn voor club. Ik zei vorige week op het einde van de podcast dat ik toch voor de eerste keer zo wat stress had, hè, omdat die 2 belangrijke matchen eraan kwamen en dat we 6-6 wilden en zo. Maar nu is die stress eigenlijk nog meer en zo nog wat in ongerustheid ook. Hè, want nu naar Sclessin en naar Kortrijk, dat was vorig jaar 0-6. En dan thuis Antwerpen en op Union, dat was vorig jaar 2-6, denk ik. We gaan het positief afsluiten. Nee, maar ik maak mij wel zorgen. Sclessin hebben we al 5 jaar niet meer gewonnen. Op Kortrijk, een nieuwe trainer, hebben dit weekend opeens weer gewonnen. En die kunnen zich thuis tegen ons ook altijd 3-dubbel plooien. En wij kunnen het daar altijd moeilijk hebben op dat veld. Dus, ja. Union die 2-2, herinner ik me. Ja, 2 rode kaart, ja. We komen terug naar 2-2. Kijk, het is nu een beetje money time. Hè? Ik bedoel, Odoi zei nog deze zomer in een podcast van dat wil niks zijn, die wedstrijden waar we 7-1 winnen thuis, want het is nog maar augustus en de ploegen zijn nog niet volledig ingekocht. Maar nu zijn we 2 oktober. De maand september was druk. Maar nu komt er pas echt een serieuze kloof aan. Dus kijk, ik ga niet zeggen dat ik ervoor vrees, maar ik ben toch een beetje ongerust en gestrest voor wat er komt. Want als we dit jaar die titel willen pakken, dan moet er dringend 3 punten gepakt worden. En we staan gelukkig maar op 3 punten van de eerste, hè, want dat is eigenlijk ongelooflijk met zoveel punten verlies. Het is ook gewoon een zwakke competitie weer dit jaar. Europees, ja. William, je zegt het niet graag, maar Europees kost het je punten. Ja, dat is waar. We zien dat nu met Antwerpen ook en eigenlijk Anderlecht die geen Europees speelt. Goed. Kijk, Standaard speelt ook geen Europees, dus die hebben wat meer rust. We moeten het erbij nemen en ik denk dat we nu... ik hoop dat Deila de troepen kan motiveren en kan de rust in de tent behouden, dat er geen opstand komt of whatever. En dat we zowel donderdag als zondag met 11 frisse en mentaal klare spelers aan de aftrap kunnen. En ik hoop effectief dat we Buchanan recupereren. Want het is ook een beetje sinds zijn uitval dat we eigenlijk ook wat punten beginnen verliezen. Niet dat Sabbe daarom of Odoi het probleem zijn. Maar Buchanan was toch ook goed begonnen. Skoff en TJ voelden elkaar heel goed aan. Hè? In de beginweken. Dus ook, hè, Skoff. Die automatisme, we spreken vaak over looplijnen en automatisme, die heb je dan kwijt bij die blessuren op Kwek. Mm-hmm. Dan rest er mij jullie nog een pronostiekje te vragen of we gaan naar de 90 minutes naartoe. Dus ik ga een pronostiekje vragen voor de beide wedstrijden. Matthias, jij mag beginnen. 2-2 in Boldo. En 1-2 op Standaard. Hoeveel was dat? Ik heb dat niet verstaan. 1-2 op Standaard en 2-2 in Bodø/Glimt. Ja. Oké. Okay. William, hopelijk je betere pronostieken dan vorige keer. 1-2 op Bodø en 1-1 op Sclessa. Ik denk dat we daar een zware avond tegemoet gaan. En, Middag. Ja, juist. Ik ben al om 1,5. Nog minder rust. Ga je naar Sclessin, William? Ja, ik ga naar Sclessin. Ik vind het een leuke verplaatsing. Het is daar altijd wel stevig. En met tegen beter weten in ga ik mee. Ja, ik,
Hopelijk kunnen we allez, ik bedoel, eindelijk daar eens gaan winnen. En op zich vind ik het nog niet zo slecht dat die totaal opgenaaid gaan zijn als wij gewoon rustig kunnen blijven en ons voetbal kunnen spelen met iets matuurdere ploeg dat we hebben dan Standaard. Hè, want die hebben veel zo van die jonge gasten ook. En ik hoop dat Hoefkes echt eigenlijk een beetje te veel oppept dat er eigenlijk zo dat ze dan kaart. Eigenlijk een rode kaart of dan, als wij gewoon verstandig rustig blijven en ook natuurlijk wel meegaan in duel en sterk gaan proberen starten, hey, dan moeten wij toch van onder die druk. We hebben toch op Osasuna getoond dat we het konden. Dus laat ons want hopen beter, dat... Puur op kwaliteit, maar, ja, zijn uiteindelijk zijn we beter dan iedereen. In België, of zouden we dat toch moeten op papier moet zijn? Maar we merken het voorlopig nog niet. Ja. En dan is het nu tijd om misschien ook een ander recept te proberen. En misschien ook meer knokkend de wedstrijd. Ja. Laten we het daarbij houden, denk ik. Ja, inderdaad. Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Dat is mooi. Ik ga ook nog mijn pronostiekje zeggen. Ik ga voor 1-1 op Bodo. En 1-3 op Standaard. Hopelijk. We zullen zien wat het geeft, natuurlijk. Dan rest er mij eigenlijk jullie nog te bedanken voor deze fijne babbel. Dit is weer een mooie psychologische sessie geweest na de Thiopsis. Hopelijk moeten we niet te veel gaan doen dit jaar. Dat hoop ik toch. Mandieke, merci alvast. Ook aan de luisteraars bedankt. Niet vergeten ons te volgen op Instagram, YouTube, Twitter en alle andere kanalen. En graag tot de volgende keer. Dag.